Goedenavond, namaste.
Hallo, goedenavond. Ik zie dat er ondertussen mensen binnenkomen. Welkom. Laat jullie via de chat even weten wie er meedoet. Of je kan mij ook altijd een berichtje sturen of een mailtje. Hey, dag Celine. Leuk dat je erbij bent. Ik ga eens kijken, Celine. Je hebt inderdaad een behoefte, denk ik. Celine, je hebt nog 3 beurten. Goedenavond. Dag Veronique, ik heb jouw berichtje gekregen. Je hebt nog 6 beurten. Jana, goedenavond. Je hebt nog 6 beurten. En Rosemarie ook, dankjewel. Dan heb ik ook nog Chris. Chris, je hebt nog 7 beurten.
En dan is er nog Gikon. Gikon, je hebt nog vier beurten. En Nele, fijn dat je er ook terug bij bent. Hallo. Nele Nele, je hebt nog vijf beurten op jouw kaart. Dag Inge, goedenavond. Oké, dankjewel Inge. En Kim doet ook weer mee. Fijn. Dag Kim. Rinkins, je hebt nog drie beurten, Kim. Oké. Ah, ik zie dat er nog wat mensen binnengekomen zijn. Helene. Fijn dat je er ook bent, Helene. Helene, je hebt nog vijf beurten.
Voilà. Fijn dat jullie erbij zijn vandaag. Fijn dat jullie ook yoga blijven doen, ook al is het thuis. Nog een paar praktische dingetjes die ik wil meegeven. Dus als jullie niet kunnen meedoen op donderdag om 8 uur, dan is dat op zich ook geen probleem. Ik kan de link van de les gewoon nadien doorsturen naar jou per mail of via een bericht. Dus laat gerust iets weten. Mocht het niet lukken, dan stuur ik jou de link naar de les door. Verder nog meegeven dat er nog 2 lessen zijn. Dus volgende week nog een les en de week nadien ook. Daarna is het kerstvakantie, dus 2 weken is er dan geen les. Maar volgend jaar doen we gewoon verder. Ook al mogen we niet in het echt yoga doen, geen probleem. Wij blijven gewoon verder doen. En voor de laatste les van dit jaar, en normaal gezien hebben we dan altijd een supergezellige les met veel kaarsjes en met live muziek. Jammer genoeg zal die live muziek moeilijk gaan deze keer, maar ik wil er toch ook een bijzondere les van maken. Dus daarom plan ik voor de laatste les een yoga nidra sessie te geven dit jaar. Dus voor de mensen die nog geen yoga nidra gedaan hebben, dat is een hele diepe ontspanning. Daarvoor kan je eigenlijk best je warm induffelen. Gewoon gaan neerleggen op je matje of je kan ook van op je bed of vanuit je zetel meedoen. En dan volg je de les eigenlijk gewoon en je hoeft eigenlijk weinig te bewegen. Dat is een heel diepe ontspanning, waarbij dat we met verschillende fases werken. Dus eigenlijk eerst breng je de aandacht naar je lichaam, ontspan je lichaam. Dan breng je de aandacht naar de ademhaling. En dan is er eigenlijk ook een stukje visualisatieoefening in. En dan zeg ik bijvoorbeeld een aantal woorden van dingen die je kan inbeelden en dan beeld je dat in. En yoga nidra is een techniek die eigenlijk op je onderbewustzijn werkt en daardoor eigenlijk nog een diepere ontspanning kan creëren. Dus het is zeker een aanrader en leuk om op die manier het jaar af te sluiten. Zeker een spannend jaar geweest, dus ik vond het een goed idee om op een heel ontspannen manier af te sluiten. Voilà. Dan gaan we starten. Ik zie dat er nog een paar mensen bijgekomen zijn. Ik duid dan straks wel aan de beurtenlijst. Mocht je nog vragen of suggesties hebben, dan mag je het mij ook altijd laten weten. Via mail, via deze chat of via Facebook. Ik wil juist nog even checken of het geluid goed zit vandaag. Of jullie mij goed kunnen horen. Kan iemand gewoon even laten weten of het oké is? Oké, geluid is prima. Dankjewel om dat te checken. Voilà, dan mag je gewoon plaatsnemen op de mat. Dankjewel, Helene. Voilà. Dus je gaat in een ontspannen houding zitten. Ontspannen houding, maar wel met een rechte rug. Mocht je wat spanning voelen in de benen of mocht je wat spanning voelen in de lies, dan kan ik jullie ook aanbevelen om wat ondersteuning erbij te halen. Dus dat kan een opgevouwen deken zijn dat je onder de benen plaatst. En soms is dat maar langs één kant dat dat nodig is. Dus een opgevouwen deken of een kussen kan goed zijn onder de benen, maar ook onder het zitvlak. En ik zit meestal op zo'n kussentje, waar ik zo echt mijn zitvlak kan laten
duwen. Zo'n klein verhoogje zorgt er vaak voor dat je makkelijker rechtop kan blijven zitten met een rechte rug. Maar niet iedereen heeft dat nodig, dus je zal een beetje moeten voelen voor jezelf of dat dat nodig is of niet. Verder wat je ook nog kan doen om die meditatieve houding, Sukhasana, om die nog wat comfortabeler te maken, is je kan bijvoorbeeld tegen de muur gaan zitten met de rug. Dus nu dat je thuis bent, profiteer ervan om eventueel wat props te nemen. Bijvoorbeeld een deken, een kussen, om wat extra ondersteuning te geven. En zorg er ook voor dat de ruimte waarin dat je bezig bent afgesloten is en dat er niet te veel mensen rondlopen, dat je volledig kan ontspannen tijdens de yogasessie. Dus eventueel laat je het nog weten aan je huisgenoten dat dit eventjes een moment voor jezelf is. Uiteraard is het ook prima om de benen te strekken. Hè? En dan maak je het even stil. Rechte rug, ontspannen schouders. Laat de handen in je schoot rusten. Sluit de ogen. En breng dan de aandacht naar binnen. En volg je natuurlijke ademhaling. Ontspan je gezicht. Ontspan de handen. Ontspan de armen. Laat de schouders nog een beetje meer zakken. Ontspan ook je kaakgewricht. Ontspan je bekken. Soms is het nodig om het bekken een klein beetje naar achteren te kantelen, maar dat hoeft niet altijd. Dus voel alsof je daar meer comfort door ervaart door iets meer bekken naar achteren te kantelen. En mogelijk strekt de zwaartekracht je bovenlichaam een beetje naar voren. Eventueel corrigeer je dan je houding en kom je terug helemaal recht zitten. Ontspan de armen, ontspan de benen. Ontspan de voeten. En gebruik elke uitademhaling om nog meer spanning los te laten. Open dan zachtjes terug de ogen. Goed, we gaan vandaag starten met een ademhalingstechniek waarbij dat we de adem gaan inhouden. Maar terwijl dat we het doen, gaan we ook een aantal soort van energiesloten leggen in het lichaam. De eerste is het keelslot, Jalandhara Bandha heet die. En daarvoor breng je eigenlijk eenvoudigweg de kin naar je borst toe. Dus je kan dat eens proberen, kin naar je borst toe brengen. Dus dat is straks het eerste slot. We gaan die drie sloten tegelijkertijd doen, dus ik leg ze eventjes stap per stap uit. Dus Jalandhara Bandha is de kin naar de keel brengen. De tweede is Uddiyana Bandha en dat is eigenlijk de navel naar de rug toe trekken. Dus doe dat maar een keer, de navel naar de rug toe trekken. Dus eigenlijk gewoon je buik intrekken. Dus dat is het tweede slot. Ontspan maar terug. Het derde slot, dat is de bekkenbodem. Dus daar gaan we eigenlijk gewoon de bekkenbodem aanspannen. En terug ontspannen. Dus straks ademen we in.
We ademen volledig uit en dan op de uitademhaling gaan we eigenlijk die drie sloten leggen. Dus eerst kin naar de borst, dan navel naar de rug en dan de bekkenbodem aanspannen. Ja? Dus die laatste was de Mula Bandha, die bekkenbodem. Dat zijn eigenlijk verschillende spieren die je samentrekt. Dus eigenlijk kan je best inbeelden als je aan het plassen bent en je stopt ineens met plassen. Dat zijn eigenlijk diezelfde spieren die je aanspant. En samen, die drie sloten samen, noemen we de Mahabandha. De reden waarom dat je dat doet, die sloten leggen, dus als je inademt en dan volledig uitademt, je legt die sloten. Door die sloten te leggen, eigenlijk sluit je die energie af en laat je die energie circuleren in die plaatsen van je lichaam. Dus daarom leggen we die sloten. Oké, we gaan dat een aantal keren doen. Dus je ademt eerst volledig in, heel diep inademen. Je ademt volledig uit. De mond blijft gesloten, je ademt uit door de neus. En als je volledig uitgeademd bent, breng je de kin naar de borst, navel naar de rug en je spant de bekkenbodem aan. En terug ontspannen. Adem terug in en uit. Oké, volgende keer inademen. Heel diep inademen. Volledig uitademen. Janandhara Bandha, kin naar de borst. Uddiyana Bandha, navel naar de rug toe trekken. En de bekkenbodem opspannen. En ontspan, adem terug in. En volledig uit. Oké, nog een keer, nog één keertje. Dus je ademt heel diep in. Adem volledig uit, dus lang genoeg uitademen. Tot de alle lucht eruit is. Jalandhara Bandha. Uddiyana Bandha. Mula Bandha. En terug inademen. Goed zo. Trek de schouders dan op naar omhoog. Span ze eventjes op. Krachtig opspannen. En laat los. Nog een keer schouders goed optrekken. Opspannen. En terug ontspannen. Goed zo. We gaan even recht staan. Om alles goed los te schudden, arms los schudden, eerst de armen, de benen los schudden. Oké, en dan hef je je rechterbeen op en je maakt een ruime cirkel. Zet je voet terug op de grond, zo terug een ruime cirkel maken om je heupgewrichten los te maken. Zet het op je eigen tempo, maak een ruime beweging. En dan draai je de andere richting uit. Zo je heupen losmaken. Dus maak de ruime cirkelbeweging. En nog een keer. Goed zo. Dan de andere kant. Linkerbeen. En de andere kant draaien. Goed zo. Oké, je bekken van links naar rechts bewegen. Dan buig je door de knieën. De voeten staan op heupbreedte. En je kantelt je bekken van voren naar achteren. Dus ik zal het even opzij tonen. Dus je kantelt je bekken naar voren en naar achteren.
kan best je bekken vastnemen. Dan kan je echt beter die beweging voelen. Kantel je bekken naar voren en naar achter. Oké, en dan een hele ruime cirkel maken met je bekken. Dus je duwt je bekken naar voren, opzij, naar achter. Ruime cirkel maken. Op die manier maak je ook de onderrug los. Goed zo. Heel ruime beweging maken. Dan kun je de andere richting draaien. Al die gewrichten losmaken. Goed, dan komen we terug naar het midden. Dan kijk je naar de tenen, trek de tenen op naar omhoog toe. Duw ze terug in de mat. Trek de tenen terug op en terug in de mat. Nog een laatste keer de tenen optrekken en terug in de mat zetten. Oké, dan spreid je de armen zijwaarts, maak cirkeltjes met de armen. De schoudergewrichten los te maken. Andere richting draaien. Kleine cirkeltjes. Oké. Vuisten maken. En dan de vingers heel wijd spreiden. Terug vuisten maken. Spreiden. Vuisten maken. En spreiden. Breng de armen dan naar omhoog. Buig de elleboog. Neem met de rechterhand de linker elleboog vast. En buig zachtjes naar rechts. Adem diep in en uit. Dan voel de linkerflank stretchen. Adem diep in en uit. Diep in en uit ademen. Ontspan de linkerschouder, gewricht. En kom terug rechtop. Dan neem je met de linkerhand de rechter elleboog vast. En je buigt naar links. Adem diep in en uit. Glimlach, ontspan, adem diep in en uit. Diep in en uit. En dan buig je naar voren. Dus je buigt voorover. Op een hoek van 90 graden, eventueel buig je de knieën als er te veel spanning in de benen is. Dus de armen blijven gebogen. En dan strek je de armen voorwaarts. En je reikt vooruit. Adem diep in en uit. Buig rust de knieën als er te veel spanning is. Adem diep in en uit. Spreid de armen zijwaarts en kom terug rechtop. Goed zo. Schud de armen. Of rol de armen naar achter. Schouders. En schud nog eens los. Prima. De volgende is een achterwaartse buiging. Dus mensen met nek- of rugletsels zijn voorzichtig in deze houding. Ik kan ook niet kijken of je niet te ver gaat. Vooral voelen. Hè. Dat is eigenlijk de eerste regel in de yoga. Dat je goed voelt wat dat voor je lichaam past. Als iets niet comfortabel voelt, dan kom je gewoon terug uit de houding. Dus je gaat op je buik liggen op de mat. Moet je zien dat ik in beeld blijf liggen. Oké, je ligt neer op je buik. Eerst laat je wangen even rusten op de mat. En dan voor de achterwaartse buiging ga je de armen en de benen tegelijkertijd van de grond brengen. Dus gestrekt van de grond brengen. En je kijkt voor je uit. Mocht dat te veel spanning geven in de nek, kijk je naar de mat. Dus je gebruikt de onderrugspier en de buikspier hiervoor. Verstevigende oefening naar voren. En ontspan terug. En doe dat nog een keer. Dus de armen en de benen van de grond brengen. En terug. Neer laten komen. Nog een laatste keer. Armen en de benen oprichten. En
ontspan. Laat dan de handen onder de schouders komen. Duw jezelf op. En je maakt een tegengestelde beweging. De kindhouding om de onderrug op die manier te ontspannen. Adem diep in en uit in je buik. Laat je zitvlak zoveel mogelijk naar de hielen zakken. Als er nog ruimte tussen is, dan plaats je hier een kussen of een opgevouwen deken onder. Adem diep in en uit in je buik. En dan kom je op handen en knieën zitten. Handen op schouderbreedte. Knieën op heupbreedte. Krul de tenen dan naar voren. Dus de tenen zijn naar voren gekruld. En dan ga je achter naar achteren leunen. Zodat je een beetje druk zet op de gewrichten van de tenen. Kom terug naar voren. En dan sla je met de platte voeten op de grond. Terug de tenen naar voren krullen. En terug je gewicht naar achteren plaatsen. Terug oprichten en de voeten plat tegen de mat kloppen. Nog een laatste keer. Tenen naar voren krullen. Gewicht plaatsen. Oké. Dan gaan we een kleine flow doen. Van de cobra naar de neerwaartse rond. Dus we komen eerst naar de neerwaartse rond. Strek de armen, strek de benen. Duw de hielen naar de mat. De benen zijn op heupbreedte, de armen op schouderbreedte, vingers zijn gespreid. Oké, laat de knieën eventjes zakken. En mocht je een trui hebben, doe die dan uit. Want het volgende is iets energievoller, de oefening. Dus van hieruit knieën op de grond, borst en kin op de grond. Dus de ellebogen zijn dicht tegen je lichaam. En dan kom je plat op je buik liggen en kom je zo naar de cobra. Van de cobra naar de neerwaartse rond. Duw de hielen naar de mat. Terug knieën op de mat. Borst en kin op de mat. Terug naar de buik liggen. Terug de cobra. Neerwaartse rond. Duw de hielen naar de mat. Maak een rechte lijn van de armen en de rug. Knieën op de mat. En zo doe je nog twee keer dezelfde beweging. Dus van cobra naar de neerwaartse rond toe. En dan kom je terug naar de cobra. Dus je gaat neerliggen. Handen zijn nog altijd op schouderbreedte. Vingers zijn gespreid. Kijk je over de linkerschouder naar achter. En kom terug naar voren. Kijk dan over de rechterschouder naar achter. Terug naar voren. Linkerschouder. Terug naar voren. Rechterschouder. En terug naar voren. Goed zo. Ontspan eventjes, laat je hoofd neerliggen. En dan rol je bekken van links naar rechts. Je schudt eigenlijk met je bekken van links naar rechts, want het bekken blijft plat op de grond liggen. Het is een beetje alsof dat iemand je probeert wakker te schudden en tegen je bekken aanduwt. Oké, dan kom je terug met de handen op schouderbreedte. Je duwt jezelf op naar de opwaartse rond. Dus de armen zijn gestrekt op schouderbreedte. En je bekken laat je goed hangen. Het is een vrij intensieve achterwaartse buiging. Mocht het te veel spanning geven, dan buig je de knieën en kom je al naar de kindhouding. Open de schouders.
Adem diep in en uit. Kijk voor je uit. En dan buig je de ellebogen een klein beetje. Je buigt de knieën. En je komt naar achter naar de kindhouding terug. En zo kom je terug rechtop. De volgende is een rechtopstaande houding. Dus je komt rechtop staan. Ik hoop dat jullie een muur in de buurt hebben waar je iets tegen kan doen. Dus kijk eerst even rond. Of dat je een stukje muur hebt of vrij. Oké, dus als je tegen de muur kan gaan staan, met je rug naar de muur. Je maakt de rechte rug ook. Schouders zijn ontspannen. En dan neem je een ruim spreidstand. Ruime spreidstand. En dan draai je de rechtervoet naar buiten toe open. Je spreidt de armen zijwaarts. Je buigt door de rechterknie. En zo kom je eigenlijk naar een krijgerhouding. Maar hier zie je, doordat je tegen de muur staat, zie je of je die oefening ook echt recht doet. Dus je kan eens kijken naar de linker en rechterarm. Ja. En dan strek je je rechterbeen. Je buigt voorover en op het uiterste punt ga je arm laten zakken en kom je zo naar Trikonasana. En voor Trikonasana is het ook de bedoeling dat je je linker schouder naar achteren brengt, zodat het op één rechte lijn komt. Dus eigenlijk kan je met je rechter heup een beetje tegen de muur leunen om dat te bekomen. Dus je armen zijn gespreid op één lijn. Adem diep in en uit. Verdeel je gewicht over beide voeten. Als je wil, kan je ook je rechterknie buigen om een beetje te ontlasten. Oké, en dan steun je met je rechter elleboog op die knie. Breng je linkerarm in het verlengde van je lichaam. Adem diep in en uit. Stretch de linkerflank helemaal. Adem nog eens diep in. En dan laat je linkerarm terug loskomen. Strek je rechterbeen en kom terug rechtop. Rechtervoet draai je terug in dezelfde richting als de linkervoet. Nu de linkervoet naar buiten draaien. De armen zijwaarts spreiden. Goed zo. Dan buig je door de linkerknie. Kom je zo naar een krijgerhouding. Dus kijk eens of beide armen op dezelfde hoogte zijn. En verdeel ook je gewicht over beide voeten. Strek nu je linkerbeen. Buig naar voren tot op het uiterste puntje. En dan laat je linkerarm zakken. En breng je beide armen op een gestrekte lijn. Ook hier leun gerust een beetje tegen de muur. Zodat je ook je bekken naar achter kan houden. Adem diep in en uit voor deze Trikonasana of driehoekshouding. Adem diep in en uit en voel de stretch in de rechterflank. Mocht er te veel spanning zijn, geen probleem, dan buig je een beetje door de linkerknie. En dan buig je door de linkerknie, laat je de elleboog neerkomen. Breng de rechterarm in het verlengde van het bovenlichaam. Adem diep in en uit.
laat dan rechterarm neerkomen. Goed zo. Voor de volgende kan je tegen de muur gaan staan, maar dat hoeft niet per se. Dus je kan het ook gewoon zonder de muur vasthouden. Als je de muur vasthoudt, neem je de muur vast met één hand. Met de linkerhand eerst. Neem de rechtervoet vast. En breng de rechtervoet naar de zitvlak toe. Dus je kan rustig je linkerhand gebruiken om tegen de muur te steunen. Oké, laat los. Plaats nu je volledige gewicht op de rechtervoet en neem de linkervoet vast. Zo'n evenwichtsoefening, dat zit eigenlijk, evenwicht zit vooral tussen de oren. Dus je moet ook vooral zeggen van oké, ik ga stevig staan. Ik kijk best ook naar een punt dat niet beweegt. Naar een hoek in de ruimte kan ook helpen om je evenwicht te bewaren. Adem diep in en uit. En laat dat zachtjes los. Goed zo. Neem nu de rechterknie vast met beide handen. Zo opnieuw evenwichtsoefening. Breng die zo dicht mogelijk naar je toe. En dan draai je de rechtervoet in cirkeltjes rond. Om zo het enkelgewricht nog een beetje los te maken. Nog een keer naar de andere richting draaien. En glimlach nu ook, hè. Ik kan niet checken hoe dat je het doet nu. Oké, ontspan en laat de voet los. Volledig gewicht op de rechtervoet nu. Neem je linkerknie vast. Nog altijd een rechte rug houden, ontspannen schouders. De voet in cirkels draaien. Nog een keer de andere richting. Trek hem nog een keer goed dicht naar je toe. En laat zachtjes los. Goed zo. Oké. Dan gaan we terug op de buik liggen. Terug naar de cobra van daarnet. Dus de handen terug onder de schouders. Duw jezelf op. Strek de armen en kom zo naar de plank. En voor een plank is niet de bedoeling om je zitvlak naar boven te blijven houden. Zitvlak is op één gestrekte lijn en je lichaam ook. Dus de handen zijn op schouderbreedte. Vingers gespreid. Breng dan linkerarm op de rug. Laatste linkerarm terug. Rechterarm op de rug. Terug de linkerarm. En terug de rechterarm. En terug de gewone plank. En dan draai je op je rechterkant van de voet voor een zijwaartse plank. Zet gerust de linkervoet voor. Als het te veel spanning geeft, kom terug naar de plank. Ga op de linkerkant van de voet. Terug naar de plank. En dan stap je naar voren in die plank naar de neerwaartse hand. En dan duw je de hielen naar beneden. Zoveel mogelijk naar beneden. Maak een rechte rug. Armen gestrekt. Laat de knieën neerkomen. En dan ga je neerzitten. Goed zo. Oké, volgende is terug een flow, een reeks. Je gaat neerzitten met de benen gestrekt. En je kijkt ook eens achter je of er niks in de weg ligt.
eventueel ga je wat meer naar voren op je matje. Want we gaan een halasana doen of de ploeghouding. Dus daarvoor breng je de benen eigenlijk helemaal naar achter. En vanuit halasana komen we dan terug. Rechtop zitten en naar een voorwaartse buiging. Dus ik zal het eventjes voordoen. Dus je gaat neerleggen. Breng de benen naar achter. Ik heb nu mijn voeten tegen de muur gezet. Je mag dat zo doen, maar je mag ook de voeten laten neerkomen. Dus kijk eerst eens of er niks in de weg ligt. Eventueel leg je matje voor de muur. Als je graag met de voeten tegen de muur wilt. Ofwel gewoon met de voeten op de grond. Dus we gaan neerleggen. Benen naar achter, halasana. En dan kom je terug. Benen naar voren. En kom je zo naar een voorwaartse beuging. Oké. En dat doe je eigenlijk een aantal keer op je eigen tempo. Armen naar omhoog en dan terug voorwaartse buigen. En uitademen bij de voorwaartse buiging. Die halasana is vrij intensief. Dus mocht je te veel spanning in de rug of de nek ervaren, dan doe je gewoon rechtop naar voorwaartse buiging. En dan laat je die halasana achterwege. Nog één keertje. En dan kom je terug rechtop. Goed zo. Kom dan in de zittende houding met de voeten tegen elkaar. En mochten er mensen een yogablok in huis hebben of een kussen dat niet te dik is, dan mag je dat yogablok of dat kussen tussen de voeten plaatsen. En je plaatst de voeten ook niet te dicht bij je. Dus ik ga misschien een beetje naar achter zitten, dat je het kan zien. Dus de voeten zijn vrij ver verwijderd van het lichaam. En je plaatst een kussen of een yogablok tussen de voeten. En dan breng je de armen naar voren. En je buigt voorover. Als je een yogablok gebruikt, kan je je yogablok ook draaien en eventueel je hoofd erop laten steunen. Gebruik je die yogablok, dat is ook geen probleem. Dan buig je gewoon voorover en hou je je benen of je voeten vast. Ontspan de schouders, ontspan je bekken. En kijk eens of dat je door meer te ontspannen bij die uitademhaling, of dat je daardoor nog dieper in de houding kan gaan. Zonder over grenzen te gaan, dus voel goed wat voor jou comfortabel voelt. Als het te veel spanning geeft, kom je terug gewoon een beetje rechter.
En kom dan zachtjes terug rechtop. Oké. De rechterbeen mag gewoon gebogen blijven liggen. Linkerbeen is naar achter. En de linkervoet die kan je ofwel langs opzij laten liggen, of je kan die ook naar achteren leggen. Dus voel eens wat dat voor jou het meest comfort geeft in die houding. Dus ofwel de voet geflext naar de zijkant ofwel naar achter. Dus de rechterbeen is gebogen, linkerbeen is ook gebogen naar achter toe. Dus zo zit je in de houding die ook wel het hert wordt genoemd. En dan buig je voorover en je kan dan kiezen of je hier ook terug een yogablok wilt gebruiken. Je kan ofwel op de handen steunen op het blok. Ofwel gewoon op de grond. En ik ga mij een beetje draaien zodat jullie beter zien. Dus ofwel steun je gewoon met de handen op de grond. Of je kan ook op de onderarmen steunen. Of je kan op een kussen of op een blok steunen. Dat kan ook. Kom je terug rechtop. En dan breng je het andere been naar voren, dus het linkerbeen naar voren gebogen. En nu het rechterbeen naar achter gebogen. En ook hier kan je kiezen ofwel een blok of een kussen te gebruiken. Of je kan ook gewoon op de grond steunen met gestrekte armen. Dus als dat al genoeg spanning geeft voor jou, dan blijf je gewoon zo zitten. Ofwel ga je doorbuigen op de onderarmen. En ook hier, kijk eens of je met de uitademhaling wat meer zachtheid in de gewrichten kan krijgen, wat meer ontspanning en eventueel een beetje dieper kan gaan. Dus gebruik de uitademhaling en ontspan. En kom terug rechtop. Kom dan in de vlinder zitten, waarbij dat je de voeten tegen elkaar plaatst. En nu breng je ze wel zo dicht mogelijk naar je toe. Grijp de tenen vooraan vast en beweeg de knieën op en neer. Breng je aandacht naar je bekken nu. Ontspan de schouders, ontspan je bekken. Sluit eventueel de ogen eventjes. Oké. Laat dan de beweging tot stilstand komen. En voel even het effect na van je bekken dat je helemaal hebt losgemaakt. Open terug de ogen. Dan plaats je de benen iets verder. Je zet de voeten op de grond. Je steunt met de handen achter je. En je brengt de knieën van rechts naar links.
Draait de knieën neer, de grond van rechts naar links. En dan ben je klaar voor een heel deugdoende shavasana. Dus zoek maar een goed plekje uit. Dat kan op de mat zijn, dat kan ook op de zetel zijn, op je bed. Een plek waar je met de rug recht kan liggen wel. Dus liefst geen kussen onder het hoofd of zo. Zodat de nek helemaal kan ontspannen. Dus zoek op je gemak een plekje. Zorg ook voor dat je warm aangekleed bent, dat je geen koud krijgt. Neem er een dekentje bij. En ga ontspannen neerliggen op de rug. Ga ontspannen, neerleggen op de rug. Leg er een dekentje over je lichaam, zodat je geen kou krijgt. En kom dan met het hoofd ontspannen neerleggen. Laat je bekken ook neerkomen. Laat de hielen neerkomen. En ontspan je volledige lichaam. Laat een beetje ruimte tussen beide benen. Laat ook een beetje ruimte tussen de armen en je bovenlichaam. Laat de binnenkant van je hand naar boven wijzen, zodat je dan ook de handen kunnen ontspannen. En adem dan eens heel diep in en uit. Breng dan de aandacht naar je gezicht. We gaan nu de spieren in je gezicht allemaal een beetje bewegen. We beginnen met de focus rond de mond te leggen. Dus je maakt eerst de mond heel klein. Dus je brengt de lippen samen. Maak de mond zo klein mogelijk. En dan maak je de mond zo groot mogelijk. Je opent de mond zo wijd mogelijk. En dan draai je kaakjes van links naar rechts. Breng dan de aandacht naar je neus. Draai je neus eens naar allerlei richtingen. En ook de kaken bewegen mee. En dan de ogen. Knijp de ogen stevig dicht. Spreid ze heel wijd open. De wenkbrauwen op en neer. En dan span je het volledige gezicht samen. En ontspan je helemaal. Ook je kaakgewricht. Volledig je gezicht ontspannen. En ook het kaakgewricht ontspannen. Laat alle spanning los in je gezicht.
Sluit de ogen en zak dan helemaal in je mat. Laat je hoofd ontspannen. Laat de nek ontspannen. Laat de schouders neerkomen. Laat de armen ontspannen. De handen. Ontspan de bovenrug. En ook de onderrug. Laat je bekken neerkomen. Laat ook de benen neerkomen. Ontspan beide bovenbenen. De knieholtes. Ontspan de onderbenen. De enkels. Ontspan de voeten. En laat dan je volledige lichaam neerkomen op de mat. Laat alle spanning los. Laat alle spanning los.
En open dan zachtjes terug de ogen. Rol op je rechterzijde. Kom naar een zittende houding. Dan gaan we nog 3 keer om zingen. Adem eerst nog eens diep en in en uit. Adem in. En open terug de ogen. Namaste. Ik wens jullie nog een heel rustige avond toe. En ik zie jullie graag volgende week terug. Als je nog een boodschap wil meegeven of iets in de groep zeggen, voel je vrij om nog via de chat iets te zeggen. Blijf nog een paar minuutjes online. En anders tot de volgende keer. Dag! Graag gedaan! Graag gedaan, dag Niele, dag Inge. Ik ben blij dat jullie deugd gedaan heeft, Helene. Bedankt, Ilse.